What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Mag ik beginnen? Ja, mag wat zijn. Yes, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Video Corner. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En we zitten in een iets andere setting dan jullie van ons gewend zijn. Want we zijn deels aan het verbouwen, verschuiven, verplaatsen. Hoe je het wilt noemen. Maar toch, deze week is Indiana Jones in de bioscoop gekomen. Indiana Jones, The Dial of Destiny. De vijfde editie uit reeks. Ja, de laatste ook, hè? De laatste. Daar gaan we straks over hebben. Ik weet nog niet zeker of de laatste is. Ik beschouw het als een hint. Mirza zei, nee, dat kan toch niet? maar toch, daar gaan we het zo over hebben. Met een hoofdrol, Harrison Ford. Yes. Dit keer geregisseerd door James Mangold, niet door Steven Spielberg. Ja, dat is de eerste keer, toch? Met andere regisseurs. Ja, de voorgaande vier waren door Steven Spielberg. Ja. Maar Steven Spielberg heeft te druk, denk ik. Te druk. Hij wil wat anders doen. Hij heeft net Fablemans gemaakt, dus Fablemans. Dus hij is nu lekker de cash. Die is ook overigens super tof. Ja, ja. Nee, dus dat. Laten we beginnen, jongens. Waar gaat de film over? Wie wil dat kort toelichten? Of zal ik dat gewoon weer doen? Ja, ik kan het ook gewoon doen. Ja, het is Indiana Jones. Ja, het is gewoon een beetje avontuur. Er valt niet echt veel toe te lichten. Nee, het is Indiana Jones. Nee, maar ik kan wel kort even toelichten, Indiana Jones. We gaan in het begin gaan we een stukje terug, hè. We krijgen drie eras van Indiana Jones te zien. Drie eras. Nee, op een gegeven moment ga je ook naar een era waar hij iets ouder is. Dat is volgens mij dan ook gewoon die vierde deel, die 2008 versie. Ja. En die, dan in het begin heeft hij gewoon zwart haar nog. Ja, dat klopt. Het begin daar is helemaal... Ja, dat is de 70s. Ja. Overigens, die visual effects, dat vond ik best wel storend. Moet ik wel gelijk gezegd hebben. Ja. Dat vond ik wel één lelijk aspect van de film. Er zit geen leven in de ogen. Ik tik die al volgens mij ook nog aan. Ja, klopt. Het is best wel nice dat ze dat hebben gedaan. Het is ook best wel sick dat dat tegenwoordig kan. Ja. De Irishman hebben ze dat ook gedaan. Robert De Niro in drie fases van zijn leven. Van oude man, jonge, weet je wel. En dan weet ik veel, 50 of 60 of 70. Ik weet niet hoe oud die daar was. Maar dat hadden ze toch ook bij Will Smith, bij die film van hem. Praat anders alsjeblieft in een microfoon. Hè? Ja, sorry. Hij is wel, kan wel makkelijk meebewegen. Ja, klopt. In maar bij dingen hebben ze het ook gedaan. Bij Paul Walker. Ja, in die, zijn broer. Ja, klopt. Ja, maar nu is het dus super vet dat ze dat nog steeds hanteren. Maar, alleen zoals ik zeg, games en zo, en dat is nog steeds hetzelfde. Er zit geen leven in ogen van een gamekarakter. Klopt. Dat was wel een aspect dat stoorde. Maar wel nog steeds super vet dat je gewoon terug in de trein kan gaan tegenwoordig met een acteur. Als hij overlijdt of wat dan ook. Kun je Indiana Jones 6 maken. Ja. Hoef je hem ook niet te betalen. Geen rechten, niks. Maar kon je ook echt zien dat het een CGI was? Kon wel deels zien. Je had wel echt moeten opletten. Net als die Unreal Engine game van Matrix 5. Dat hij op een gegeven moment switcht van de film. Ja. Naar de game character. Klopt. Super realistisch, maar er zit geen leven in zijn ogen. Ja, okay. Dat is echt een factor waarvan je denkt van... Dat is echt een puntje waar je op moet letten als je een game of zo speelt. Of het realistisch is of niet. Gewoon kijk naar die ogen, want dat straalt gewoon geen leven uit. Weet je waar ik me aan irriteerde? Je hebt van die... in het begin had je scènes, weet je wel, dan... Klopt je op dat raampje van de autootje, toch? Dat hij die beveiliger... dat hij op de raam klopt. Ik weet wat je wilt zeggen. Ja. Trekt hij hem eruit. Ja. Die man ligt dat trekt goed, hem letterlijk eruit. Nee, laat hem voor de deur, laat hij flikkeren, weet je wel. Hij stapt in en die twee generalen stappen in alsof er niks aan de hand is. Alsof hij lekker daar niet hetzelfde. Ja, ik dacht bij mezelf, ja. Hij GTA'd die gast gewoon zo uit de auto. Hij legt hem gewoon daarnaast neer. En dan die mannen die stappen gewoon casual in. Alsof er helemaal niks aan de hand is. Maar het was donker. Het was donker. Het was donker. Ja, ja, ja. Wel heel ver gegooid hebben. Hij is best wel sterk over zijn leeftijd. Dus, toen was hij ook nog wat jonger. Ja, maar later, welk stukje was het nou? We hebben hem drie keer gezien. Ook in zijn 50's of zoiets. Volgens mij in 2008 versie. Waar was dat nou? Waar hebben we dat gezien? Weet ik niet meer. Maar we hebben hem drie keer gezien. Ik weet niet precies welk stukje meer dat was. En, ik ben in het begin vond ik geinig. Bovenop de trein, weet je wel. Dan zit hij daar zo en dan zijn ze aan het vechten en zo. Ja. En op een gegeven moment gooit hij die Mads Mikkelsen van de trein af. En aan zijn zijkant van zijn hoofd, die stoten zo tegen dingen aan. Ik moest lachen, ik moest aan Casino Royale denken. Ik zei nog tegen jou dat ze die de ogen heeft gekregen van die Le Chiffre van Casino Royale. Ja, ja, ja. Via de zijkant van de dingen. En dat vond ik wel geinig. Maar ik weet niet...
kon me daar niet helemaal in vinden. Hij komt met de trein aan, hij knalt tegen een ijzeren paal en hij wordt gewoon letterlijk meegenomen. Ja, ja, hij is een nazi. Ze waren voor een wetenschap, dus. Ja, flink. En dan een paar jaar later staat hij er gewoon geen litteken op zo, of helemaal niks. Nee, ja. Ja, dat vond ik wel een beetje onrealistisch. Ja, er waren wel meerdere dingen die onrealistisch waren. Ja, oké. Okay. Maar goed. Ja, maar hebben jullie heb je voorgaande dingen gezien? Nee, ik heb nog nooit Indiana Jones. Ik heb ze zo gezien. Ik vroeg me eigenlijk af, halverwege tijdens het film, moest je de voorgaande Indiana Jones gezien hebben om het te snappen wat hier gebeurt? Denk het niet. Nee, niet echt. Ik denk wel dat hij bepaalde dingen heeft gemist. Denk je? Ja, want stel je voor, hè. Maar zijn er constant die flashbacks? Nee, ik bedoel meer van sommige grappen zou jij niet snappen, denk ik. Want ik had. Hij zegt bijvoorbeeld. Jij hebt de voorgaande wel gezien. Al is het maar eentje. Ja. Ik heb de derde, ik weet niet. Ja, maar dat is een heel andere. 79 of zoiets was die uitgenomen. Ja. Maar in ieder geval, hij moet in het water springen. En zeggen ze van, oh, sharks. Nee, is geen sharks. Zijn die palingen. Ja, ja. Ze lijken op slangen. De grap is daar, van Indiana Jones, die zegt in elk film, zegt hij van, I'm afraid of snakes. Oh, hij kan alles hebben, maar hij is altijd al bang geweest voor slangen. Ja, maar ook gewoon aan het einde, wanneer zijn vrouw weer komt, zegt ze van, where does it not hurt of zoiets, zegt ze. En dan, dat is die joke, die doen ze altijd. En dan zegt hij hier, op mijn elleboog. Dat is ook een joke van voorgaande dingen. Dat zijn die kleine dingen wat je wel mist, denk ik, van de grappen. Maar voor de rest... Maar mis je die heel erg? Nee. Ik vind van niet. Maar ook wel leuker. Oké, dat wel. Maar het is niet dat je echt in één keer bakken met informatie mist. Nee. Dus elke ding is wel... Dat heb je wel bij Marvel. Elk ding is wel een soort van los avontuur weer, hè? Ja, oké, dat wel. Dan gaat hij weer achter een andere dingen aan. Ja. En in het begin wordt het wel gelijk duidelijk. Dan werkt hij in een museum, geeft hij les en weet ik veel wat. Dus je weet al gelijk, dat was in het eerste deel was het ook zo. Was hij ook een professor en gaf hij les en ging hij zoeken naar een dingen. Ja. Maar zeg maar qua verwachting, ik heb wel, deze film was gewoon echt een Indiana Jones film, voor mij dan. Ja. Ja, zeker. Weet je, alleen maar actie. Klopt. Wel iets... Sommige scènes die gingen wel iets te lang door. Wel qua actie. Ja, wel andere setting. Soort van. Het gevoel was anders. Je merkt wel dat het geen Spielberg meer is. Klopt. Maar zeg maar dat die tegen de nazi's vechten. Dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde. Meestal was altijd tegen de nazi's. Maar ook gewoon de oude dingen. De oude dingen. De nieuwe lens choices, weet je wel. Die zijn iets anders dan de dingen. Maar ook, we zijn wat verder in tijd. Maar sowieso nice dat ook Harrison Ford er nog ging. Zeker. Ja, dat ook. Dat was super tof. Klopt. Ja, hoe lang gaat hij nog volhouden? Ja. Ja. Hey, hij is Hakan, 80 of niet? Ja. Ja, dat wil ik dan zeggen. Want Hakan zei ook in het begin de laatste uitreeks. Wordt dit de laatste uitreeks, denk je? Kijk, want in het begin... Ja, dan zeiden ze wel... Daar had je die Noah nog wat of zoiets. Ja, van bankzitters, toch? Nee, van vroeger was dat de Ponkers of zoiets, toch? Oh, oké. Okay. Die zei wel van... dit is de laatste van Harrison Ford. Hij zei niet de laatste Indiana Jones. Oh, ja. Wat we aan het einde zagen... Mm. Hij pakte zijn hoedje. Iemand pakte zijn hoedje. Ik denk dat er een nieuwe komt. Maar denk je dat er nog met een... Oh, zou het een kind zijn? Denk je dat er nog met een levende Harrison Ford zou zijn? Die Marokkaan, die kleintje. Is hij Marokkaan? Ja, hij zat in Marokko. Hij praatte wel op een gegeven moment Spaans of zo. Nee, hij was Spaans, toch? Spaans? Weet hij ook wel Jerry of zo? Teddy of zo, toch? Teddy. Ja, dat is geen Marokkaans. Nee, denk je ook niet. Oh, wacht even. Dat meisje, die zei ook. Er was een gebeurtenis in Spanje of zo, waar die haar overviel. Oh, is dat zo? Ja, dat heb ik gewoon dan gemist. Ja, nee, dat klopt. Jullie hebben gelijk. Hij het overnemen, maar hij kan wel een vliegtuig vliegen. Ja. Hij had het nog nooit eerder gedaan, maar hij kon het wel. Ja, hij kan hem ook gewoon hotwire, hè. Wat een gast. Ja, dat was het mooiste. Dat was echt een mooi... Dat is Sonny Flodder, weet je wel. Ja. In die roze Cadillac. Even vliegtuig hotwire. Nee, ik denk als er een nieuwe film komt, dan is het niet met een levende Harrison Ford. Maar ik denk dat ze dan wel weer gebruik gaan maken van de CGI. Ja. Een soort van flashback weer daar naartoe, weet je wel. Klopt. Of gewoon een stukje uit de oude film. Dat zou kunnen. Op die manier flashbacks. Dat doen ze ook wel eens vaak. Ja. Ja. Ook bij dingen hebben ze dat Spider-Man gedaan. Over Spider-Man gesproken, Universes. We gingen weer terug in tijd. Wat vinden we daarvan? Is dat niet een beetje veel gebruikt trucje tegenwoordig in Hollywood? Ja, vooral sinds de CGI echt geavanceerd is. Ik probeer met Mike te praten, man. Ik vind echt dat ze vaak teruggaan. Ja, nu is het inderdaad heel vaak. Want we hadden Spider-Man hebben we het gezien. Spider-Man, en toen zagen we het bij Flash ook. En toen dachten zeiden we al, tijdens de Flash review, zeiden we al van... Hey, het is tegenwoordig dat elke film terug in de tijd gaat. Ja, man. Kom naar Indiana Jones. Het begint echt te gewoon. Nee, maar Indiana Jones is anders. Want er zit een reden achter dat hij heel graag daar naartoe wil. Vanwege dat... hoe heet dat dingetje? Dat kistje, weet je wel? Ja. Archimedes, daar wou hij heel graag. Zijn hele leven lang heeft hij al bijna daarover... Ja. Soort van
Klopt. Geleerd. Ja, en weer komt dat ding weer terug, hè? Van Flash ook. Dat hij zegt van, als je nu hier blijft, dan verandert het hele... Ja, klopt. Maar even serieus, man. Zou jij terug willen gaan als je daar was geëindigd? Ja, ik zou op een gegeven moment zeggen, ja, fuck het heden. Weet je wel, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik ga gewoon daar chillen. Ik zal niet, eigenlijk wel. Ik zal niet terug de toekomst doen. We vragen heel elke aflevering vragen we deze vraag. Maar... Ja, ik zal niet... Ja, maar luister, je hele leven spent je al je tijd aan het bestuderen en het studeren. Van de geschiedenis. Over dat ene... Fucking vet. Oké, op die manier, dat dingetje. Ja, als dat... hij... Nee, dat... nou snap ik hem. Dus als ik de hele dag met dat voorwerp uit de geschiedenis mee bezig ben, of ik dan terug zal... Naar die tijd. Ja, je bent teruggegaan. En je bent eindelijk in die tijd. Ja, dan zou ik wel zeggen van oké, dan wil ik hier. Dat is wel vet, maar gewoon zo'n Romeinse slagveld of zo, om dat even te kijken. Ja. Dat is wel lijp. Maar zag je die Romeinen, die dachten dat draken waren. Ja, klopt. Want klopt. Dat is een dingetje, man. Dit kwartje viel later, maar dat is wel een mooi aspect. Dat ze, met die propellers op die graf. Ja, met je zag zo'n Phoenix met een propeller. Ja, met propellers. En toen vroeg ze al van, what the fuck is dit? Ja, klopt. Spoilen we niet te veel? Laten we nog niet heel veel zeggen, maar het graf kwam ook inderdaad een horloge en dan weet je later besef je van god damn. Maar de focus wordt goed gelegd op het horloge. Later in de dingen. Ja. Dat is eigenlijk al gebeurd. Ja, klopt. Het is al gebeurd. Ze zijn al terug in de tijd geweest, maar ze zijn weer in het heden. Juist. Mindfuck. Nou, wij gaan ook anders ook gewoon een film maken dat we terug gaan in de tijd. Even een andere vraag. Volgende week aflevering 1. Videocode. Ja. De toekomst is veranderd, of niet? Ik zit er dit keer in. Ja, in plaats van Adam. Ja. Oh, ja. Maar, even een vraagje. Hè? Als nu we toch over tijdreizen hebben. Als jij kon tijdreizen. Yeah. Zou je dan terug in de tijd gaan of verder in de tijd? Dat is een goeie. Terug of verder? Ja. Terug. En dan naar welke tijd? Toen internet, Facebook, Tesla, Instagram allemaal nog niet was uitgevonden. Oh, dat de wereld een meer socialere plaats was. Dan had ik ze allemaal zelf uitgevonden. Ik kijk meer naar het financiële. Dan ben ik dingen toch, weet die Stark. Heet die Stark ook alweer? Ja. Van de dingen, ja, die multimiljonair gastje van de Iron Man. Ik ben best wel benieuwd naar Tony Stark. Ik zeg je eerlijk, ik ben best wel benieuwd naar de toekomst. We leven eigenlijk al in de toekomst. Ja, maar ik hou wel van tech, weet je. En dan wil ik wel weten hoe het er over 500 jaar uit zal zien of zo. Wil je dat? Ja. Jawel, man. Wil je dat nog steeds als je terug zou moeten? Dit is eigenlijk een soort van Matrix-situatie. Jawel, man. Maar dan heb je Matrix komt vandaag naar realistische dingen en dat is fucked up, maar dan kan je niet meer terug. Maar dan heb je eigenlijk hetzelfde als wat jij wilt. Dan ga ik 500 jaar verder, ga ik kijken. Oké, dit en dit wordt eruit gevonden. En dan ga ik terug en dan kom ik met die ideeën. Ben ik de Tony Stark van onze tijd. Ja. Maar laten we zeggen, de van de Romeinse tijd. Zijn voor de hele wereld is vergaan. En dan is gewoon geen terugweg meer voor hem. dat je door zo'n gat komt, weet je wel, en je zweeft in één keer in de ruimte. Komt, dat Hakan zo wrijft over zijn lampje en dan kan hij zo wens wat je wilt. En dan zegt hij zo, ik wil 500 jaar verder in tijd. En ik als wat? Leer dood. Ja. En dat hij achteraf tegen Hakan zei, Hakan, zo oud kun je niet worden. Wat dacht je nou? Ja. Wat is je mee hoofd? Die terug in tijd kan wel. Ja. Hey, ander dingetje. Ja. Tijdens de film. Ik herkende hem eerst niet, maar ik wist ook niet dat hij erin zat. Antonio Banderas. De ene rechte Zorro. Ik was verrast. Ik heb hij is oud geworden. Ja, want dat is het. Echt oud geworden, hè? Maar wel super tof acteur. Oh, dat is die duiker. Die duiker, ja. They did him dirty, man. Die Griekse duiker. Maar laten we nog niks zeggen. Oh, sorry. Goeie man. Sorry. Jongens, echt. Ik heb het gevoel dat we de hele film al hebben gespoord. Mocht je alsnog naar de bioscoop. Spoiler alert. Ga. Ja, geef je nu pas. Een beetje laat dan nooit, toch? Hé, pieken en dalen. Daar wil ik het over hebben. Want daar hebben we met Mirza in de auto heel eventjes over gehad. Begint goed met actie, veel actie. Ja. Vervolgens zakt het niet zo heel ver af, toch? Je bent nieuwsgierig wat er gaat gebeuren. Ja, word inderdaad. Je benaderd. Klopt. Ik zei daar nog tegen jou, ik vertrouw die vrouw niet. Ja, klopt. Want de vraag is waarom ik aan die vertrouw. Wat vrouw? Nou, waarom vertrouw je haar niet? Ze is te aardig daar. En toen zei ik nog tegen jou, ik vertrouw haar niet. En later... Maar aan de andere kant, kijk, maar weet je, aan de andere kant dacht ik, die meid. Ze is zo aardig.
ze is zo aardig, want van zijn compagnon is het de dochter. Ja, maar het is too much. Maar dialoog was gewoon zoiets dat ik bijna geen vertrouwen heb. Maar als hij die intentie wilde wekken, dan heeft hij het gewoon goed gedaan. Ja, dat wel. Bij jullie blijkbaar niet. Blijkbaar is het bij jullie misgegaan. Ja, maar, ja, maar kijk, jij ziet alles door. Je hebt alles door. In de toekomst kijken. Zie je kale plekken? Nee. Maar jij bent gewoon niet verrast snel. Jou kun je gewoon moeilijk verrassen, denk ik. Nee, ja, omdat ik nu ook heel veel Als je veel films kijkt, zie je ook heel veel dingen aankomen. Nee, niet per se dat. Ik ben zelf ook heel veel screenplay shit aan het... Een beetje cliché. Sommige films zijn zo cliché, dat is gewoon, ja. Dus net als bij een horrorfilm, weet je wel. Er staat de voordeur staat daar open, je kunt eruit en de hele wereld... Dat is toch iets anders, rennen ze trap op naar boven, denk ik ook bij mezelf. Dat is net iets anders, dat is de tension creëren. Ja. Hier was het niet per se tension. Hier was het op een andere manier misleiden. Ja. Red Herring is het eigenlijk. Ja, okay. Ja, maar dit hebben we ook weer gespoild voor de kijkers. Maar, nee, we hebben niet zo heel veel gespoild. Want wat dingen... Wel een beetje. Ja. Maar ja, wie kijkt er ook een review naar dat je voordat je de film hebt gezien? Ja. Toch? Hey, maar even over pieken en dalen, want daar waren we. Dus begin van de... Oh ja, The Giant kwamen we nog tegen. Ja, super tof. The Giant. Ik had wel inderdaad gelezen dat hij erin zou spelen. Hij zei ook nog, ik heb Harrison Ford een klap verkocht. En die heeft hij ook gedaan. En, en ik weet volgens mij precies waar het is. Dat was tijdens de parade. Moest hij ze onder zijn vuist duiken. Daar heeft hij hem een hersenschudding verkocht. Ja. Man is 80 jaar, hè? Je slaat hem vol voor de bek. Dat kan toch niet? Was een respect van de jongeren tegenwoordig. Hij is wel de grootste nazi's van alle oorlogfilms geworden. Wie? The Giant. Is dat zo, ja? Ja, hij is de grootste nazi alle tijden in alle oorlogfilms. Oh, dat is een feitje gewoon. Ja, dat is echt een feitje. Is gewoon een feitje. Ja, dat wist ik niet. Gewoon zo even, hij is de grootste nazi. Ja, qua lengte, hè? Qua lengte, jongens. Ja. Ik dacht, ik kan ook wat anders noemen, maar goed. Ik dacht altijd dat het Hitler was. Maar, pieken en dalen. Maar hij heeft niet een klein bijrolletje. Hij komt best wel vaak naar voren. Ja. Het is geen kleine bijrol. Ja. Nee. Super tof. Ik vind het alleen maar nice als Nederlanders het landje op elkaar kunnen zetten in buitenland, in Hollywood. Maar ze hebben nog heel veel, hè? Carice van Houten volgens mij niet zo... Ja, jawel. Game of Thrones. Ja. Maar ook Alina Rijn met Bodies. A24-film, hallo. Hey. A24. Ja, en misschien is het ook een mooie opstap. Pete Davidson. Ja. En misschien is het ook een mooie opstapje voor hem om meerdere films te doen. Ik weet niet of hij ambitie heeft voor jou. Volgens mij wel ambities voor mij, ja. Maar terugkomen op Pieken en Dalen. Toen werd het op een gegeven moment echt rustig. Toen was er wel een beetje actie met die parade inderdaad. En daarna werd het echt rustig. En ik had sommige momenten dat ik een beetje afdwaalde. Hakan dwaalde ook af. Hakan kreeg zelfs commentaar om zijn mobiel weg te doen. Jezus. Even serieus. Meneer, als u kijkt, sorry hoor, maar als ik... Hij kijkt niet. Kun je telefoon uitdoen? Ja, maar jouw helderheid stond op de helft. En dat is in een donkere bioscoop. Maar, ja, niet hier. In donkere bioscoopzalen staat best dingen. Ik heb soms zelfs... Als mij mijn heeft always on display, toch? Ja, ik vind dat zelfs soms te fel, gewoon in een bioscoopzaal. Kijk, wat ik zeg. Je weet hoe iPhone werkt. Je weet donders goed hoe iPhone werkt. iPhone, ik had hem laag gezet. Je had hem niet laag. Ik heb hem ook een paar keer in mijn ooghoek gezien. Luister. Ik heb hem een paar keer in mijn ooghoek gezien. Luister nou. Ik had hem fucking laag gezet. Ik zet hem opnieuw aan, maar hij past automatisch het aan. Jawel. Waarom heb ik dat niet? Weet je wat het mooiste is? Wij krijgen nooit commentaar. Ja, maar wij kijken ook nooit op onze mobiel. Ik keek af en toe, toen ik Antonio Banderas zag... Mijn mobiel die viel half in mijn zak, man. Ja. Dus ik had hem op mijn schoot leggen. Nou ja. Die meneer zat ook nog gewoon twee rijen achter mij. Hè? Dat was niet eens de gast die gelijk achter... Ja, achter ons zat dat looppadje. Ja. Achter ons zat dat looppadje en daar aan die stoel zat hij. Dat is gewoon bijna twee rijen achter ons. Maar ja, jongens, we gewoon niet zo moeilijk doen. Waarom moet jou dat overkomen? Ik dacht echt bij mezelf, hoor, jongen. Krijg je een klap zo. Dat dacht je, maar je zei... Sorry, meneer. Ik hoorde ook zo, sorry, meneer. Ja, het is al goed. Het zal niet meer gebeuren. Je moest gewoon opstaan. Ja. Gewoon platte hand. Nee. Sla. Maar daarna ging je lekker veel actie afsluiten. Ja, top. Alhoewel, sommige actie ging ook maar door, jongen. Ja, maar dat is wel nice, man. Dat is echt Indiana Jones. Dat is wel zo. Dat is Indiana Jones. Maar ik ben wel blij dat het niet constant op dezelfde scène is.
dat het wel constant in beweging is eigenlijk. Dat ze ook verplaatsen. Dat ze niet inderdaad. Ja. Want bij John Wick had je bijvoorbeeld... Nou, volgens mij heeft die vechtscène het hotel 20 minuten geduurd. Ja, ik weet niet. Ik sliep halverwege de film. Paar jongens, keer. De vijfde in de reeks. Wat hadden jullie vooraf verwacht eigenlijk van Indiana Jones? Oprecht, ik had echt... wanneer je tegen mij Indiana Jones zegt... dan denk ik altijd gebergte in de jungle... Ja. Ook veel met dieren en ook veel vaker die zweep zal zien. Ja, ja, ook gewoon woestijn, Sahara, ja, safari. Ja, dat soort dingen, weet je wel. Dat was mijn verwachting van Indiana Jones. Maar was het er niet? Ik ging er echt gewoon kaal in eigenlijk. Maar was het er niet? Ze waren toch ook even in de woestijn, toch? Ze waren in New York. Ze gingen later naar Marokko. Ja, klopt. In deel 1 was bijvoorbeeld Egypte, liepen ze ook zo door die straten en zo. Dus in principe is het wel gewoon... Indiana Jones, hoor. Dat zeg ik. Je brengt het zo alsof het dingen was. Nee, maar ik zeg, ik ga er blind in eigenlijk. Want ik heb nog nooit Indiana Jones gezien. Het is moeilijk film kijken. Ja. Kinderen. Maar weet je, ik ga er eigenlijk... Zonder kennis ga ik erin. Want ik weet niet, ik heb die trailer niet eens gekeken. Ik liet me echt gewoon verrassen. Mm-hmm. Weet je wel, van oké, Indiana Jones, heel bekend... Laat me komen. Laat me kijken wat het is. Ja. Weet je, mijn verwachting was echt letterlijk... heb je Tomb Raider gezien? Tomb Raider, ja zeker. De nieuwste. De nieuwste niet, nee. Ja, dat ze echt gewoon in de bergen, in de jungles, allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Zo'n verwachting had ik. Lara Croft. Ja, van Lara Croft, ja. Ja, maar dat is uiteindelijk een beetje teleurgesteld. Nee, dat niet. Ik vond het wel leuk. Het is wel leuk. Maar je zegt alleen, dat zoiets verwacht, maar... Ja, dat had ik verwacht. Dat waren mijn verwachtingen. Maar het was het niet. Dus maar dan... ik heb meer New York gezien. Ik heb Marokko gezien. Nou, New York hebben we volgens mij acte 1 gezien. Acte 2 en 3 waren gewoon echt Griekenland en dingen vooral, man. Ja, oké, okay, maar weet je, je hebt meer stad gezien eigenlijk dan jungle en woestijn. Ja, maar het verhaal, kijk, je kan niet in één keer in een woestijn beginnen. Nee, Indiana Jones. Je moet er naartoe werken. Je moet er naartoe werken, ja. Ja, en kijk, misschien is het juist beter voor jou dat ze in New York zijn begonnen, want je hebt er voorheen niks gekeken. Als die man in één keer in de jungle zal zitten, zou je zeggen van wie is dit? Ja. En waarvoor doet hij het? Ja, waarom vecht hij met nazi's? Ja, oké. Okay. Hey, en zei jij, wat had je vooraf verwacht? Vooraf nou gewoon echt het Indiana Jones avontuur, mysterie en een stukje geschiedenis ook. Stukje geschiedenis, ja. Veel nazi's. Maar ik had zelf ook verwacht, ik zeg je heel eerlijk, dat er een opvolger zou komen. Misschien komt die. Ja, maar ik had deze film gewoon met het feit van Harrison Ford is 80 jaar oud. Ja. Er komt een opvolger en misschien maken we nu kennis met die opvolger. Ja, ik zeg je heel leuk, volgens mij hebben we dat ook gedaan. Volgens mij hebben we dat wel gedaan. Ja, denk je? Ja. Ik denk het meisje of die jongen. Ja. Kijk, weet je wat het ook is? Indiana Jones? Ik weet niet. Hoe dan ook gaat er een nieuwe komen, want het is Lucasfilms. Ja. En die gaat Star Wars ook, weet je wel. Dat is gewoon een en al uitmelkerijen. Maar ik denk dat er gewoon iemand anders gaat opvolgen. Ja. En ik denk dat we al kennis hebben gemaakt met de desbetreffende persoon. Okay. Alleen wie het gaat worden, dat weten we niet. Misschien wordt het gewoon die vrouw en die sidekick. Dat zou kunnen. Ja, dat kan. Maar ik vind wel dat het nieuwe deel dan wel Steven Spielberg moet terugkomen. Ja, ik weet niet of Steven Spielberg dat wil, man. Spielberg is... We kunnen misschien nu een shout-out doen. Shout-out Steven. Please come back. Steven, alsjeblieft. Spielberg, ik spreek ook Duits. Hallo Steven, wie geht es mit dir? Wenn du guckst zu uns... Hallo Steven, kolen wechselen. Ik ga Duits praten met Steven. Hallo Steven. mijn enige Duits is... Goedenavond. Nee, zei hij net, kolen wechselen. Kolen wechselen, bitte. Oké, maar niemand vraagt naar mij wat ik had verwacht. Nee, top. Oké. Ik ga het ook niet meer vragen. Nee, oké. Okay. Nee, als je zo gaat doen, dan ga ik het ook niet meer vragen. Hey jongens. Ik vraag gewoon niet meer. Hey jongens, conclusie en rating, man. Conclusie? Ja. De film was beter dan dat ik had verwacht. Oké. Okay. Hebben we nog wat op- of aanmerkingen? Ja, alsjeblieft. Klein beetje realiteit. Is het weer jouw Siri? Ja, is weer jouw Siri? Godverdomme, het is het weer zover, jongen. Zet die Siri gewoon uit. Wie gebruikt nou Siri, jongen? Echt helemaal niemand. Ja, ik zit tijdens het autorijden. Nah, joh, kappen, joh. Je zegt dat je het gebruikt, hoor. We zitten lekker op de bank. Welke auto? Ik ben de grootste Apple-guru hier. Zoals ik gebruik geen Siri. Hou op, schuif. De grootste Apple-guru. Mijn Siri. Maar voor de rest geen aanmerkingen? Ja, met die...
uit de auto trekken. Dat vond je onrealistisch. Ja, maar mag ook wel. Je gaat naar een actiefilm. Ja, oké, okay, dat wel. Maar alsjeblieft, als je overal aan denkt, denk daar dan ook aan. Als iemand uit de auto trekt en legt hem langs de auto in. Ja. En dan stappen ze gelijk in. Maar ook gewoon per direct stapten ze in. Ja. Hij zat, nou ja, je kan hij ook stuur vast ja, en ze stappen in één keer in. Kijk. Dan denk ik bij mezelf, maar dan zien ze het toch gebeuren tijdens de aankomen. Ze gaan ook terug in tijd via dingen. Misschien zat er ook een portal in de vloer dat hij hem gewoon zo terug 200 jaar voor Christus gooit. Kijk, hey, weet je kijk, niet. Ja, Mirza. Oh, jij bent echt een hater soms, joh. Mirza, jij. Conclusie. Want rating vraag ik zo. Conclusie. Ja, wel goede film. Gewoon echt wat ik had verwacht van Indiana Jones. En... Ja, wat ik eigenlijk heb verwacht, dat is er uitgekomen. Niet meer of niet minder of zo, op een of andere manier. Wat ik had verwacht, mijn conclusie is eigenlijk nieuw stijl. Wel oké, niet de oude. James Mangold, wel tof. De juiste persoon voor Indiana Jones, vind ik. Maar ik heb toch liever de oude, man. Oude stijl. Ik weet het niet. Ligt toch, misschien is het van wat ik vroeger heb meegekeken. Want dat is ook een heel vaak een dingetje bij mij. Wat ik een beetje gewend ben, dat wil ik eigenlijk op die manier ook houden. Jij vindt verandering niet fijn. Ja. Maar nog een klein vraagje. Volgens mij had je het laatst, of gisteren, of ik weet niet meer. Hoeveel hebben ze eigenlijk gespend aan deze film? Oh ja, daar had hij door weer nodig. Oh ja, 2,75 volgens mij hadden ze uitgegeven in totaal met marketing en productie. En volgens mij zaten ze... Maar wij nemen dit op een zondag op, dus de officiële weekend box office cijfers zijn nog niet bekend. Zaten ze op 40 miljoen. En volgens mij is dat van woensdag tot en met zaterdag. Maar de vraag is, gaan ze kiet spelen? Dat weet ik dus niet. Het moet vandaag echt blijken. Ja. Ik denk dat het wordt een lastige klus. Mm-hmm. De winst zal minimaal zijn of misschien helemaal niet. Want meestal keldert een box-office met 40% in de tweede week. Dus als je deze week wat is het, 150 of zoiets haalt, dan ga je het niet in week 2 halen. Ja. Dus stel je voor, je haalt 60 of zoiets. Ja, in week 2, wat haal je dan? 40% minder? Dan zit je op 90. Ja. Ja, dan moet je echt wel dingen doen, man. Ja, aan de andere kant, het is ook weer een Disney Plus ding. Dat schuiven ze gewoon door naar Disney Plus en daarmee is gat gedicht. Okay. Ja, okay, ja. Dat is wel, dat is wel zo. Hey, jongens, we moeten snel doorgaan. Rating, man. 3,5. Ik geef het ook een 3,5. Ja. Jongens, zou ik jullie wat zeggen? Ik heb hem op Letterboxd ook 3,5 gegeven. Jongens, dan zijn we erop uit. 3,5 sterretje voor de nieuwe versie van Indiana Jones. Geregisseerd door James Mangold. Indiana Jones, Dial of Destiny. Geven wij 3,5 sterren. Mocht u nog meer films geregisseerd willen hebben, laat het vooral weten via een DM'tje. Ja, je kunt ons vinden Instagram. Op Instagram, @thevideocorner. Ook zijn we te vinden op TikTok, @thevideocorner. Abonneer op ons via YouTube, Spotify of Apple Podcast. Laat een 5-star rating achter. Even wat anders, hè. 5-star rating. Die microfoon zo vastpakken, ik vind dat echt hartstikke irritant. Nee, is wel fijn. Ik vind het best wel fijn. Hoor. Ja, als je gewoon zo meer draait, is wel ideaal. Maar waar heb je het over? Ik weet niet waar je het over hebt. Maar mag ik mijn dingetje even afmaken? Ja, natuurlijk. Sorry. Volg ons op YouTube. Of abonneer op ons op YouTube. Apple Podcasts en Spotify. Geef ons een 5-star rating. Plaats een comment. Geef ons een like. Deel het met je vrienden. En tot de volgende keer. Jongens, jullie worden bedankt. Jij ook bedankt. Bye bye. Bye bye. Ciao. Hasta la vista, baby. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.